Hoi, dit wordt even een soort vlogvideo waarin ik jullie laat zien wat ik qua kleren en zo meeneem op vakantie. Als jullie deel 1 al hebben gezien, daarin laat ik zien wat voor make-up en toilet spullen ik allemaal meeneem. En ik dacht, dit is ook wel even leuk. Maar ja, dit ga ik gewoon even in een vlog doen, omdat het een beetje lastig is nu om last minute nog even helemaal alles uitgevouwd te laten zien en zo. Ligt nog allemaal even naast mijn koffer, tenminste zo ongeveer. Omdat Marco en ik gaan het ook zo doen dat we het een beetje verdelen. Dus dat de helft van mijn spullen in zijn koffer gaan. En de helft van zijn spullen zeg maar in mijn koffer. Omdat we gewoon bang zijn. Stel dat er een koffer of zo zoek raakt of pas na een paar dagen komt. Dat je gewoon echt helemaal niks hebt daar. Dus vandaar dat we het zo doen. Dan zal ik even beginnen met de shortjes die ik meeneem. Ik neem als eerste deze mee. Die zit echt super lekker. Die draag ik al een paar jaar en ook heel vaak over mijn bikini. Gewoon naar het strand. Want die zit ook best wel losjes en zo. Dus dat is wel makkelijk. Deze vind ik wel leuk in de avond om met blouse-topjes en zo te dragen. Hetzelfde geldt voor deze, die ook nog helemaal nieuw is. Is een beetje een nettere short. Dan deze vind ik gewoon heel erg leuk. Ombre is deze. En dan nog twee high-waisted. Deze met bloemetjes. En deze gebleekte met studs, heel gaaf. Dus best wel veel. Het zijn er 6. Maar goed, weet je, ik ga 2 weken. En vooral diegene die ik naar het strand draag en zo, die kan ik gewoon niet te vaak aandoen. Omdat je dan wel een beetje gaat zweten en zo. Nou, dit is echt een strandjurkje. Niet zo heel veel speciaals, gewoon met zo'n open rug. En dit is een broekje voor als ik naar het strand ga. Zou ik verder niet snel dragen, maar die zitten gewoon heel makkelijk. Dan heb ik hier een playsuit en een jumpsuit. Dus deze is met een kort broekje en het lijkt bijna een rokje. Die is ook wat chiquer. En dit is een lange en die heb ik net nieuw. En die heeft een kanten rug, echt super mooi. Maar dat zullen jullie wel aan foto's of video's of zo van zien. Dan heb ik hier een knalroze jurkje, een blauw jurkje. Dit is een maxi dress. En dit is een mintgroen jurkje. Zo'n overhemdjurkje is dat een beetje. Met een riem die erbij hoort. Dus dat zijn de jurkjes. Dit is een witte peplum top. Kanten peplum top. 2 crop tops. Een bustier. En nog 2 blouse topjes. Dus dat zijn een beetje wat meer de chicere tops. En dit zijn echt super basics. Dit zijn echt allemaal hemdjes eigenlijk. Dus ga ik niet echt laten zien. Tanktops onderop. Hele losse crop tops en ja, echt niks speciaals eigenlijk. Hier de overdag topjes die wat specialer zijn. Dus deze heeft een printje en die knoopje onderop. Dit is een crop top. Dit zijn allemaal, volgens mij als ik het goed zeg, zijn dit allemaal muscle tanks. Dus met lage armsgaten. Neon geel, neon oranje. Een wat stoerdere. Eentje met hamsa handje. Ja, hier heb ik rokjes. Dit is een skaterskirt en een neongele. Ik heb ook een zwarte, maar ik dacht, ja, die kan ik altijd hier nog aan. Dus ik wil juist een beetje die dingen meenemen die ik minder snel aan zou doen. Dit is een kanten, gewoon een normaal rokje is dit. En dit zijn 2 high-low rokken, een knalroze en een beetje een nude kleurige. Dat waren de rokjes. Die skaterskirt zou ik denk ik meer overdag dragen. En die andere zijn wel meer avondrokken. Dan hier nog wat. Allemaal dunne shirtjes, blouse topjes. Ja, die een beetje voor overdag en avond zouden kunnen in principe. Dan hier de bikinis. En ja, dat zijn er echt heel erg veel. Als jullie mijn bikini video hebben gezien, dan weten jullie ook dat ik echt iets van 12 paar heb of zo. Maar ik heb het weten terug te brengen tot hoeveel bikinis zijn dit? 7 bikinis. Echt belachelijk veel natuurlijk, maar goed. Ik bedoel, dit is het moment om ze aan te doen. Dus ik heb voor die gekozen. Die mooie groene. Deze met ruffels. En deze neonkleurige. Deze met een printbroekje en een effen topje heb ik zelf samengesteld. Deze heb ik ook zelf samengesteld met streepjes en een rode met ankertje hier. En dan nog zo'n zigzag bikini. Dus het zijn er maar liefst 7. Maar goed, weet je, dat weegt toch niks. Dus ik vind het wel best.
Dan neem ik deze sleehakken mee. Ik vind het wel toch wel fijn om iets van hak te hebben. Het staat met sommige dingen gewoon mooier, vind ik. Deze passen eigenlijk wel overal bij. Deze sandaaltjes vind ik ook heel leuk, omdat ze toch wel wat netter zijn. Door de kleur en het glanzende. Maar wel gewoon lekker plat. Nou, hier zie je dan nog witte sandaaltjes met bloemetjes en turquoise. En ik twijfel nog, want ik wil ze eigenlijk niet allebei meenemen. Dus daar moet ik nog even een keuze in maken. Dus ik ga zo even bedenken welke ik vaker aan zou doen. Je zou denken die witte, maar ik heb vorig jaar die andere ook echt veel aangehad. En die zitten ook heel lekker. Die hebben ook geen teendingetje, zeg maar. Dat is wel fijn. Dus ik ga nog even nadenken. Hier gewoon met teenslippers voor op het strand, zwembad enzovoort. En dit zijn hele fijne neutrale sandaaltjes die eigenlijk bij een heleboel wel passen. Nou ja, dan hier gewoon wat BH's en bandeau top. Dit zijn cheap ass zonnebrillen. Hierin zit mijn zonnebril op sterkte. En hierin zit nog ook een cheap ass zonnebril. Oh. Zo'n lekker coole retro. Die heb ik net in de sale gekocht gisteren. Maar die kan snel kapot gaan met zulke pootjes. Dus die doe ik even daarin. Een bruin riempje en een zwart riempje. En hier een tasje met wat sieraden. Ik heb veeroorbellen erin. Een simpele zilveren statement ketting die eigenlijk bij een heleboel past. Dan een neonroze. Omdat ja, ik heb best wel veel roze en zo mee. En wit, dus dat kan dan juist heel leuk. Nog wat armbandjes, goud, zilver, kraaltjes. Oh ja, en nog een ketting met goud en turquoise. En dat was het volgens mij. Ik ga het er niet allemaal uithalen, dus ik denk iets te veel gedoe. Nou, dan hier hebben we dit tasje wat ik meeneem. En daarachter een ietsje ja, chicere, dus een clutch. Maar er zit ook eventueel een hengsel in. En die is wel leuk voor in de avond. Een hoedje. Twee boeken die ik meeneem. Deze heb ik gewoon nog steeds niet gelezen. Dus nu eindelijk in de vakantie. Dit is het vervolg op De Vliegeraar en de 1000 Schitterende Zonnen. En dan heb ik nog Shopaholic in mijn tas die ik meeneem het vliegtuig in. Dus dat is ook wel leuk. En dat is natuurlijk mijn strandhanddoek. Ja, volgens mij zijn we dan echt een heel eind. De rest heb ik jullie eigenlijk denk ik allemaal wel laten zien in de vorige video. En ik vond het gewoon leuk om even aan jullie te laten zien. Dus ik zie jullie weer als ik weer terug ben. En dan heb ik waarschijnlijk ook veel leuke video's van de vakantie en zo. Want we willen daar ook wel een beetje gaan filmen, vloggen. Misschien dat ik ook wel wat outfitjes film, maar dat weet ik nog niet. Ligt eraan of ik er zin in heb. Maar dat merken jullie wel. Doei doei!